Welkom bij een nieuwe aflevering van Game News. Het is vandaag woensdag 7 april 2021. Mijn naam is Chris. Voordat we overgaan naar het eerste onderwerp van vandaag, vraag ik jullie om een like te geven op deze video en steun mij eventjes ermee, want afgelopen tijd was het echt een stukje minder de likes. En dan moet ik altijd eventjes zeggen, kom op jongens, gratis zijn ze, de likes. Krijg je ook geen extra geld voor. Het staat gewoon heel erg mooi als daar geliked wordt. En natuurlijk een kommetje, dat is ook altijd leuk om te zien. We gaan beginnen met Overwatch, want daar is weer een nieuwe event bezig, een zogeheten Archives event, wat elke jaar ook terugkomt. Er zijn 8 nieuwe skins te verkrijgen via dit evenement. En als je ook nog samen dingen doet, dan kan je ook nog emotes krijgen, voiceliners. Er staat er nog meer. Het zijn speciale uitdagingen, staat hierin. Speciale PvE-uitdagingen. Dus ik zou zeggen, ja, speel je dit, haal ze dan eventjes allemaal binnen. Dan is er wat nieuws over Apex Legends en dan seizoen 9. Want ik vertelde vorige keer al dat er mogelijk wel wat van Titanfall in gaat komen. Nou, dat gaat in ieder geval niet om de Titans zelf. Dat zou ook een beetje raar zijn, denk ik wel. Als je die hele grote Titans hebt rondlopen terwijl jij als poppetje ertussen zit. Voor de mensen trouwens die afvragen van, hey, Titans, Apex, Nou, dat is hetzelfde universum. Dus Apex Legends is afgeleid van Titanfall. Senior writer Ashley Reed heeft dat gemeld, namelijk tijdens een zogeheten panel. In seizoen 9 ga je op verschillende manieren veel Titanfall content zien verschijnen in de game. Ook regisseur Chad Grenier meldde tijdens deze panel iets soortgelijks. Ik heb het al eerder gezegd, als je een Titanfall fan bent, dan moet je vooral wachten op seizoen 9. Mogelijk verschijnt de nieuwe Battlefield rechtstreeks in de Xbox Game Pass. Of in ieder geval in de Game Pass. Game Pass Ultimate zal het waarschijnlijk zijn. Ja, toen moeilijke naam uitspreken. We noemen hem Ed. Dat is een gedeelde naam van zijn naam. Die heeft het namelijk in de recente aflevering gezegd van de zogeheten Xbox Era podcast. Welke natuurlijk in de beschrijving staat. Nou ja, had ook onder andere gelijk dat bijvoorbeeld Final Fantasy VII Remake in maart naar de PlayStation Plus ging komen. Het zou tof zijn natuurlijk. Hè? We zien ook wel een beetje natuurlijk de afgelopen jaren dat Battlefield een beetje standaard Xbox is, zeg maar nu. En Call of Duty standaard PlayStation. Je kan het wel op beide consoles spelen, maar zeg maar de extra content die er uitgebracht voor wordt, die verschijnen op die twee consoles, zeg maar. We gaan het even afwachten, maar ik zou zeggen, wil je meer horen erover, check die podcast die in de beschrijving staat. Heel erg tof! GTA V is vanaf vandaag speelbaar via de Xbox Game Pass. En dat betekent gewoon dat je deze helemaal kan spelen. Hartstikke tof als je natuurlijk lid bent van Game Pass. Een hele goede toevoeging natuurlijk. Een game die heel erg populair is. Al heel erg lang, vanaf 2013 alweer. En eigenlijk binnenkort over 3 generatie consoles is te spelen. Ook daarvoor uitgekomen is. Ook komt Zombie Army 4 Dead War naar de console en PC en cloud toe. Disneyland Adventures op de cloud ook erbij. Rush Disney Pixar Adventure ook op de cloud erbij. En op 12 april verschijnt ook nog een keertje via EA Play, wat geïntegreerd is, zit tegenwoordig natuurlijk in de Xbox Game Pass. Of in de Game Pass, moet ik eigenlijk zeggen. NHL 21. En dat wordt ook speelbaar dus gemaakt voor de Game Pass Ultimate leden. Console dus. 15 april verschijnt ook nog een keer Run On Your Parade op de console, PC en cloud. Pathway op de PC. En op 20 april ook nog een keertje MLB The Show 21. Zowel op de console als in de cloud. En natuurlijk gaat er ook weer wat games weg. Hè. Er verschijnen games erin en dan gaan er weer games weg. Op 15 april verdwijnt Deliver Us The Moon. Die zit nu zowel op de consoleversie als op de PC-versie. Gato Roboto op de console en PC-versie gaat hij ook weg. Wargrove, ook console en PC-versie, gaat hij weg. En uit EA Play verdwijnt op 16 april Madden 15, 16, 17, 18 en 25 op de console. NHL 18 en 19 ook op de console, die gaan ook helaas weg. Daarnaast worden wel een aantal cloud games toegevoegd. Pas geleden was dat Minecraft Dungeons en nu ook Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Age 11 en Slay the Spire. Ook op de PlayStation Now worden weer games
toegevoegd. Dat is eigenlijk zeg maar de collega van de Game Pass. Deze service kost overigens €9,99 op de PlayStation. Marvel Adventures is toegevoegd en die kun je vanaf nu spelen tot en met 5 juli. Dan gaat die weer verdwijnen. Borderlands 3 die is beschikbaar tot en met 29 september. En wat ook toegevoegd is, zonder eindtijd, in ieder geval hier, wat ik hier heb staan, The Long Dark. Sea of Thieves Season 2 start op 15 april en er is een trailertje van beschikbaar. Eigenlijk is er verder geen informatie nog over bekend, dus dat zal ik in een toekomstige game nieuws nog gaan behandelen. Ja, je kent de game spelen in ieder geval op de Xbox en op de PC. Er is bekendgemaakt dat deze E3 van dit jaar volledig digitaal gaat zijn. En die gaat digitaal zijn vanaf 12 tot en met 15 juni. Ook zijn er al heel wat bedrijven die zich hebben aangesloten daarbij en al vermeld hebben dat zij er zijn in ieder geval. Dat zijn Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Brothers en Koch Media. En voor de duidelijkheid, deze hele event, al die shows kun je gewoon gratis bekijken via TZT, YouTube en Twitch. De game Warhammer Age of Sigmar Stormground is aangekondigd. Deze strategiegame gaat uitkomen op 27 mei voor de PC, PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. En er staat een trailertje in de beschrijving. Dan is er nog een DLC nieuwtje, in ieder geval over Assassin's Creed Valhalla. De game natuurlijk die ik al een tijdje lang stream op mijn kanaal. Heel erg tof natuurlijk. Gaat ook binnenkort zijn eerste DLC ontvangen. Dit gaat namelijk over een mogelijke derde DLC, wat niet aangekondigd is door Ubisoft. Er komt namelijk, YouTuber Jonathan heeft namelijk de code, zeg maar, gelezen op de PC. En daarin ziet hij dus staan, naast DLC 1 en 2, het bestandje DLC underscore EXP 3 underscore Meteor. En ja, de andere die verwijzen inderdaad naar Ierland en naar Frankrijk. Dat zijn namelijk DLC 1 en 2. En dat zou betekenen misschien wel dat er een meteor gaat vallen op de map. Je weet maar nooit. In ieder geval, ja, we weten niet precies wat er gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Zoals ik al zei, Ubisoft ontkent natuurlijk alles. We moeten het nog eventjes afwachten. Maar het lijkt me wel heel interessant om te zien. Misschien dat ze alle verhaallijnen in ieder geval helemaal samen willen bundelen of zo. Tot een... Ja, ik weet niet. We gaan het gewoon zien, denk ik. DLC 1 komt dus uit nog wel in de lente. En die heet The Wrath of the Druids. Wat zich afspeelt dus in Ierland. DLC 2, The Siege of Paris. Speelt zich af in Frankrijk natuurlijk. En die komt in deze zomer in ieder geval uit. Dan is ook nog wat Nintendo nieuws. Allereerst Monster Hunter Rise. Natuurlijk pas geleden uitgekomen. Heel erg populair. En er zijn maar liefst 5 miljoen van deze game verscheept. En ter ere van dat, ja, als je in ieder geval de game hebt, kan je een gratis Kamura pakket krijgen. De blog daarover staat in ieder geval in de beschrijving. En in deze pakket zitten 30 mega potions, 20 well done steaks, 10 grote barrel bombs, 5 mega demon drugs en 5 mega armor skins. Het pakket kan gewoon via de hoofdgame worden geclaimd bij de courier. En je moet daarvoor wel een update downloaden. En natuurlijk staat hier ook bij, let op, je kan hem maar 1 keer krijgen. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over Pac-Man. Want Pac-Man 99 is vanaf vandaag gratis te downloaden. De game zal waarschijnlijk pas morgen werken. Je kan hem dus gaan downloaden op de Nintendo Switch. Hij is gratis. Let wel op, je moet wel een Nintendo Switch Online abonnement hebben. En daarnaast kun je eventueel ook nog andere thema's kopen. Dat dan wel. Trailer zet erover in de beschrijving. Ja, het lijkt dus op eerdere titels zoals Mario Bros. 35 en Tetris 99. Want ook in deze game speel je tegen andere mensen. 98 om precies te zijn. Dus ja, je kan het gewoon zien als een soort van Battle Royale. Dit was in ieder geval het game nieuws van vandaag. Nogmaals, like even deze video. En we zijn snel weer terug. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.